Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is vandaag Maurits Groen. Maurits, je bent van Wakka Wakka. En we hebben even gekeken in het archief. Het is inmiddels al 5 jaar geleden, ruim 5 jaar geleden zelfs, dat je bij ons was. Schokkend. Eigenlijk wel, voor ons ook, ja zeker. Maar er is heel veel gebeurd. Vertel eventjes, begin eventjes bij het begin. Wat is Wakka Wakka? Waarom ben je het gaan doen? Geef me dat ding even. Ja. Wakka Wakka is een naam in het Swahili. Het betekent schitterend licht. In Afrika, maar ook in allerlei andere gebieden in de wereld, zijn 1,2 miljard mensen totaal verstoken van elektriciteit. En nog eens een keer 1,2 miljard die echt voortdurend te kampen hebben met stroomuitval. Nou, dat is één ding nog erger dan iets niet hebben. Hè? Dat is denken dat je het wel hebt, maar het dan even niet hebben. 2 minuten of 2 dagen of 2 weken. Daar kun je gewoon niet op rekenen. Probeer maar eens een keer. Wij hebben een mobiele telefoon, we rekenen erop dat je alles ermee kunt doen. Als je kwijt bent of batterij ligt, ben je gewoon totaal onthand. Als je naar internet gaat, zijn er 10.000 verschillende solarlampjes made in China. Kun je daarvoor een habbekrats kopen? Wat is er bijzonder aan deze? Deze heeft kwaliteit. Ja? Ja. Op 1 dag zon krijg je 200 uur licht. Je kunt er 1,5 smartphone mee opladen en een flink aantal Nokia's. Er zit gewoon een USB-plug in? Er zit een USB-plug in om je, je telefoon, je radio, een USB-radio, camera, wat je ook maar hebt, op te laden. Je kunt hem ook vanaf het grid opladen als die bijna leeg is en je zit wel in een gebied waar stroom is. Ja. Andere kant, mini-USB. Dus het is eigenlijk de kleinste particuliere elektriciteitscentrale ter wereld. Maar behalve dat hij kwaliteit heeft, is het natuurlijk ook... Jullie zijn een sympathiek bedrijf, hè? Want als je er eentje koopt, dan beloven jullie mij, kopen nu eentje en wij zorgen... Wij helpen honderdduizenden mensen inmiddels. We gaan nu richting de miljoen stuks die we überhaupt in de wereld verspreid hebben. En honderdduizenden daarvan die zijn naar vluchtelingen, mensen in rampsituaties als Haiyan, Filipijnen, aardbeving op Haiti, in Chili, vluchtelingen, Rohingya, noem ze maar op. Mensen echt in nood, die geen toegang hebben tot elektriciteit en tot licht, zijn ze naartoe gaan. Dat maken we mogelijk doordat we ze hier tegen een, wat ik zeg, Robin Hood price verkopen. Ze zijn duurder hier dan ze strikt genomen zouden hoeven te zijn. Je zei toen, we verkopen ze eigenlijk in de outdoor winkels en daar is alles ongeveer 6 keer zo duur als nodig. Dat zou ik nooit zeggen. Maar elke winkel heeft een marge nodig om überhaupt te kunnen draaien. Ja, wat kost die in Nederland? In Nederland zijn ze 69, maar nu, een beetje reclame maken. Ja, ik zag net bij de Bever een reclame dingetje bij mij in de bus liggen. €20 korting, dus ga allemaal naar de Bever. Ja. En daar verdienen jullie zoveel op dat je die anderen allemaal weg kunt geven in rampgebieden of ze tegen grote kortingen kunt aanbieden, toch? Ja. We hebben aparte acties. Hè. Solar voor Syrië hebben we bijvoorbeeld gehad. Echt een duidelijke actie voor vluchtelingen uit Syrië. We hebben hetzelfde gedaan in Haiti, Nepal. Dus dan zijn er echt hele gerichte acties. Maar het is altijd zo dat wanneer er überhaupt een koopt, dat we een donatie doen aan de Wakka Wakka Foundation. We hebben een bedrijf en we hebben een stichting, die overigens open staat voor donatie van andere bedrijven of iemand die 60 jaar getrouwd is of 80 wordt of een pensioen of weet ik wat. Alle redenen zijn goed. En dat lukt. En daarmee doen we een paar dingen. We doneren in acute noodsituaties, en natuurrampen of oorlog, vluchtelingen. En we hebben solar libraries. Scholen die geven boeken uit aan leerlingen. Maar dan moet je wel nog kunnen lezen. Dus dan geven ze aan de school, niet aan het kind, omdat het dan wel eens voorkomt dat dan de vader des huizes hem inruilt voor een paar bier. Dat gebeurt wel eens een keer elders. Maar als het van de school is, dan is het eigendom van de school. Dan kan je er niet aankomen. Dan kan het kind het dus gebruiken, bruikleen. Maar dan heeft toch het hele gezin er profijt van. Ja, nog even voor de duidelijkheid, want ik vind het altijd heel belangrijk dat we dat goed snappen. Jullie hebben een bedrijf en een stichting. Ja. Een bedrijf, een BV neem ik aan, heeft over het algemeen winstdoelstellingen en aandeelhouders. Ja. En een stichting is dat niet, dat precies. Is meestal non-profit. Ja. Hoe zijn die twee dingen met elkaar in verband of in balans te brengen, laat ik het zo zeggen? Fijn dat je die vraag stelt, want het is heel belangrijk dat we een bedrijf willen zijn om te laten zien dat je zelfs in deze fossiele economie met een duurzaam bedrijf, met een duurzaam product, bestaansrecht hebt. Overigens is het een social enterprise en het is een B Corp, Benefit Corporation. Ja. Dus het doel is niet winst.
Je hebt winst nodig om het bedrijf te kunnen draaien. Wat ik zo vaak hoor, een ideale doelstelling met als doel om het bedrijf zo goed mogelijk op de kaart te zetten en daardoor zoveel mogelijk waarde te creëren? Of is het ja. Of werkt het andersom? Nee, zo werkt het dus niet. Je ziet hier een exemplaar liggen wat heel sterk geëvolueerd is ten opzichte van het eerste exemplaar. Bovendien hebben we nu 10 producten in plaats van toen 1. Nou, je moet dus productontwikkeling doen. Ja. Je moet mallen maken, je moet volume maken, je hebt voorraden nodig, je hebt mensen nodig voor van alles nog wat, tot en met customer support over de hele wereld, logistiek, social media, nou, noem het dan maar op. Die mensen kosten geld, dus je moet een bedrijf op een bedrijfsmatige manier kunnen runnen, ook kunnen investeren in nieuwe dingen. Maar als er winst is, dan wordt die dus teruggepompt in de verdere ontwikkeling van het bedrijf om meer impact te kunnen krijgen. En een deel wordt gedoneerd aan de foundation, die dan in noodsituaties bijspringt en bij scholen. En geef eens de indruk, hoe groot is jullie bedrijf nu? In Nederland tegen de 20 mensen in dienst. En in Rwanda iets tussen de 10 en de 15. We hebben 2 vestigingen, in Kigali en in Hoeje, in het zuiden. En in de Verenigde Staten hebben we een paar mensen. Daar werken we vooral met een systeem. Waarom, van waar die focus op Rwanda? Rwanda, nou, het is een land wat ongeveer zo groot is als Nederland, dus behapbaar als je begint. Het is een land wat een stabiele regering heeft, die heel erg op duurzaamheid georiënteerd is. En het is natuurlijk een land met een gruwelijke geschiedenis, van die genocide die daar geweest is. En daar hebben ze de nodige lessen uit geprobeerd te trekken als je daar nu naartoe gaat. Om te beginnen is de meerderheid van de parlementariërs en van de ministers is vrouw. Ja. Zeg, wel, de testosteron hebben we nu even gehad, dus nu gaan we dat echt anders aanpakken. De straten zijn schoner dan die van Amsterdam. En niet zo'n beetje ook. Plastic zakjes zijn er al 10 jaar verboden. Helemaal nul. Hè? Ja, voordat we de Hosanna-Rwanda-riedeltje afsteken. Want Rwanda is altijd de donorbaby geweest. Zoals we dat noemen. Al sinds ik ook nogal een tijd in Afrika heb doorgebracht. Ja. Heeft wel een leider die al 15, 16, ja, 17 jaar aan de macht is. Ja. Waarvan ik dan altijd gelijk denk van oei. Zeer krachtige leider, maar ja, als je beseft... Een soort Mugabe of zeg nee, ik nee, nee. Kijk, Mugabe ja. die zit er al 50 jaar of zo. 37. Of 37, nou, eindeloos. Dat scheelt niet zoveel. Eindeloos, ja. Nou, ja. 15 jaar of 37 is nog is meer dan okay, dubbel. Nee, maar ik vraag het, is het een soort krachtige, autoritaire leider. Ja. Die dat land runt als een bedrijf bij spreken. De ministers leggen echt verantwoording aan hem af. Maar het is ook een land waar je als vrouw om 2:30 s'nachts rustig overal het land kunt rondlopen. Waar het verkeer goed geregeld is, waar bijna geen ongelukken gebeuren. Alcohol en verkeer gewoon echt verboden. Als je dat niet aanhoudt, dan heb je echt een stevig probleem. Ja, nee, een harde leider, ja. Die daardoor is er orde en stabiliteit. Zo, ja. Althans, zo, ja. En dat is ook een van de redenen dat jullie daar zitten, omdat je investeringen kunt doen. Waarvan je ook enige zekerheid hebt dat dat ook tot iets leidt. Je wil zitten in een land wat bezig is met een ontwikkeling waarbij ze zelf daar ook achter staan. En je kan daar bijvoorbeeld in 1 dag kan je een bedrijf oprichten. Probeer dat maar eens in Nederland. Hè. Bankrekening, Kamer van Koophandel, alles wat je moet doen. Mm-hmm. Dat kan daar in 1 dag en allemaal digitaal. Dus het is een modern land. Economische ontwikkeling 7% per jaar. Dat is ongelooflijk. Ja. Ze proberen zo snel mogelijk echt te verduurzamen. Er zijn ook kanten waar je als westerse democratie, hoewel we langzamerhand ook wat vraagtekens bij onze democratieën kunnen stellen. Je vraagtekens bij kunt stellen. Maar als je ziet hoe kort nog daar bijna 1 miljoen mensen over de kling gejaagd zijn, dan vind ik het eerlijk gezegd heel knap dat je in staat bent om die Russische stabiliteit te handhaven. Oh, laten we niet te veel over het land hebben. Wat doen jullie daar en waarom is dat zo belangrijk? We hebben daar, wat we doen is, we proberen in gebieden waar geen stroom is, en dat is een groot gedeelte van het land, iets van 90% van de mensen woont op platteland, en daarvan heeft verreweg het grootste gedeelte geen elektriciteit, geen aansluiting. Iedereen woont ook totaal verspreid door het land. Het is enorm heuvelachtig of bergachtig, dus het kost ook ongelooflijk veel geld om dat wel te gaan doen. Gelukkig hoeft dat ook niet meer, omdat je al die leidingen, net zo goed als je geen landleiding meer nodig hebt voor telefoon, heb je die ook niet meer nodig voor elektriciteit, omdat je decentraal, lokaal zonne-energie kunt opvangen, windenergie kunt opwekken, maar met name zon.
Je kunt het opslaan in kleine batterijen, zoals in de wakkerwakker. Mm-hmm. Maar ook in grotere, je kunt mini-grids in een dorp gaan doen. Dus je kunt veel sneller en veel goedkoper, veel duurzamer zorgen voor elektriciteitsvoorziening. En dat is wat we daar doen. En juist in dat land, om die reden, van 80% minimaal heeft geen elektriciteit. Daar zijn dus heel snel grote slagen te maken. Ja. En als je kijkt dan naar jullie ambities, zie je dit als een voorbeeldland en dan zeg maar dan door naar het volgende land? Ja, dat we niet al lang in allerlei andere landen zitten, heeft echt vooral te maken met geld, met capaciteit. Ik bedoel, in Afrika, je moet ergens zijn. Het is niet zo, je stuurt een container naartoe en dan laat je iemand de deur open doen en wordt er verkocht en klaar. Dat is echt helemaal niet zo. Dat is een economie waarbij je van mens tot mens handelt en waar je moet leren kennen, waar je een vertrouwensband moet opbouwen, waar je naam moet opbouwen. Dus je moet er echt fysiek zijn, on the ground. Dat vergt mensen en dat vergt dus geld en organisatie. En ja, we zijn nog steeds niet gefinancierd door banken. Dat hebben we tot nu toe steeds met crowdfunding en leningen gedaan. Ja, dus, alleen dat al. Vertel daar iets over. Want vanaf het begin af aan waren jullie een van de grote crowdfunding successen. Meen op Kickstarter, maar jullie hebben meerdere platforms gebruikt. Het komt heel vaak voor dat partijen succesvol zijn één keer. Het komt niet heel vaak voor dat ze meerdere keren succesvol zijn. Hoeveel geld hebben jullie inmiddels al via crowdfunding opgehaald? Ik heb het niet precies opgeteld, maar ik denk bij elkaar, echt als je het hebt over internetacties. Dus crowdfunding kan ook zijn, want ik hou ergens een verhaal en iemand komt naar mij toe, et cetera. Ja. Dat laat ik even terzijde. Ja. Maar uitsluitend via OnePlat, Crowd, geld voor elkaar, een aantal platforms. Ik denk bij elkaar iets van 3,5 miljoen of zo. Ja. En is het voor jou in de toekomst ook, blijft het voor herhaling vatbaar of ben je er nu al een beetje klaar mee? Want je moet er heel veel energie ook in stoppen. Hè? Het is heel leuk om het te doen, maar het kost inderdaad heel veel energie. Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat we onze laatste crowdfundingcampagne gehad hebben. Omdat we nu zo'n schaal hebben bereikt. Als je crowdfund, dan moet je van tevoren eigenlijk zo georganiseerd hebben dat je er zeker van kunt zijn, min of meer, dat het een succes wordt. Ja. En iedere keer hebben we meer opgehaald. Dus het gaat op een gegeven moment dadelijk om echt miljoenen. En de laatste keer 1,1 miljoen, dat is veel geld in een maand. Dan de volgende keer moet het 2 zijn, of 3 of 4. Nou, als je nog deze schaal hebt, het is niet niks inmiddels, maar het is nog by far niet wat het kan zijn en wat ook zou moeten zijn naar mijn idee. Dan gaat het om bedragen die met 2 cijfers voor de komma, miljoenen dan. En dat haal je niet met crowdfunding bij elkaar. Hoe ga je dat dan doen? Want jullie hebben behoorlijke ambities, hoor ik, om door te groeien. Meer producten, nieuwe markten. Ja. Nou, we gaan volgende maand gaan we echt aandelen uitgeven. Okay. Dan kunnen mensen dat is voor het eerst, mede-eigenaar, voor het eerst. Gaan mensen mede-eigenaar worden van Wakka Wakka. En dat is in de aanloop naar een veel grotere parallel beursgang. Je hebt de AEX, je hebt de NPEX. Ja. Daar kun je tot 2,5 miljoen. En dan daarna, eind volgend jaar, willen we nog een veel groter bedrag gaan ophalen. Want dan willen we echt gaan schalen. We hebben nu de technologie echt goed in de vingers. We hebben een goede organisatie weten op te bouwen. En ja, nu is het een kwestie van schalen. Ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt. We zei het net al, we hebben het even uitgezocht. Je was hier 5 jaar geleden. We hebben natuurlijk heel veel start-ups aan tafel, want dat zijn jullie ook. Dat zeker waren jullie 5 jaar geleden. Zo lang heb je dus gewoon nodig om een aantal producten echt helemaal uit te ontwikkelen en precies te weten wat je aan het doen bent, wat wel schaalt, wat niet schaalt. Dat is niet een kwestie van een paar maanden. Nee. We hebben natuurlijk een fysiek product. Hè? Ja, maar dat is ook heel complex. Hè? Fysiek product, wat complex is. En we proberen een hoogkwalitatief product in moeilijke landen. Ja, Afrika, Latijns-Amerika, Azië. Ja. Nou, de allerarmste mensen. Ja. Nou, dan doe je zelf. Dat maak je jezelf niet makkelijk, laat maar zo zeggen. Ja, want je wil ook nog steeds dat die mensen service hebben, terug kunnen sturen als het niet precies werkt. Daarom kun je ook niet in allerlei landen tegelijk gaan zitten. Ja, we hebben in Mali hebben we ook een hele een serviceorganisatie, maar dat is opgezet door mensen zelf in het Oekongebied. Mensen waren afgelopen vrijdag bij ons op kantoor. Die hebben echt een fantastische organisatie. Nog, eerlijk gezegd nog beter dan die van onszelf in Rwanda. Denk, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik vond het echt onder de indruk van ze. Dus dat moet je een fysiek product naar
heel veel landen brengen. We hebben inmiddels soms hele kleine aantallen, maar soms ook echt heel tienduizenden of honderdduizenden. Inmiddels in 109 landen wakkerwakkers gedistribueerd. Ja. En in 40 landen met regelmaat, zou ik maar zeggen. Dus dat vergt echt logistiek. Het ene land heeft totaal andere invoerregels dan andere. Formulieren, heffingen, routes. Nou, het is best ingewikkeld. Dus dat is één ding. Maar wat ons ook heel erg apart heeft gespeeld, is het feit dat de toegang tot kapitaal heel moeizaam is geweest. Wat ik al zei, vooral via crowdfunding gedaan en particulieren die... Was het ook noodgedwongen? Nou, in het begin niet, omdat de crowdfundingcampagne levert geld op, maar ook aandacht. Ja. Je ambassadeurs. Je krijgt een soort fanbase, ambassadeurs precies. Ja. Dus in het begin is dat heel, heel belangrijk. Maar op een gegeven moment wil je echt kunnen groeien. Ja, maar waarom zeg je dan dat het moeizaam was? Want jullie staan overal bekend als een heel sympathiek bedrijf, waar mensen met alle liefde een paar tientjes meer betalen voor die lamp. Ja. Waarom kost het dan toch zoveel moeite om geld binnen te halen? Overigens, een paar tientjes meer is niet waar, want dezelfde categorie kwaliteit die je overigens niet kunt krijgen. Want in alle onderscheidenheid is mijn prestatie... Laat ik voor mezelf spreken. Ik zou het, zou je €89 vragen of 119, zou ik het nog zeggen. Nee, maar we zijn niet duurder dan vergelijkbare producten die uitsluitend op de westerse markt verkocht worden. Ja. Door een bedrijf dat erop gericht is, wel om winst te maken. Dus even de goede orde. Ja. Maar je hebt een tijd nodig om een bedrijf op te zetten dat je kunt schalen. Dat blijkt. En toegang tot geld, dat is echt een moeizaam verhaal. Want het is niet een... Ik vind het toch grappig, want je hoort toch steeds overal in onze omgeving dat eigenlijk voor iedereen die in de technologie een start-up begint, dat het geld voor het oprapen ligt. Dat gaat heel vaak om bedrijven die internet gerelateerd zijn. En softwarebedrijven? Geen fysieke software, dus geen fysieke spullen. Kijk, wij moeten materialen uit de hele wereld. Hè. Er komen panelen uit Verenigde Staten en Filipijnen. Er komen chips uit Nederland en Zwitserland. Er komen onderdelen, ledverlichting komen uit Zuid-Korea en Singapore. Moet allemaal naar een productielocatie. Daar moet het spuitgieten van het gerecyclede kunststof plaatsvinden. Dat moet geassembleerd worden, moet het helemaal over de hele wereld verscheept worden. Het is echt een complex verhaal. En dat is iets anders dan een app die je via internet één keer of een miljoen keer kunt versturen. Het is echt een ander verhaal. Het is heel complex om zo'n app te ontwikkelen. Maar als je hem helemaal hebt, is het distribueren daarvan gewoon de marginale kosten zijn nul. Dus schaalbaarheid is natuurlijk wat investeerders over het algemeen willen. En dat software dus, meer dan... Ja, dus hardware is gewoon een hele ingewikkelde... Ja. Hey, nou horen we je over de ambities die jullie allemaal nog hebben, de volgende stappen die je wil gaan nemen. Nou, weet je, wat Roeland voor de uitzending al zei, van ja, ik ben altijd heel erg voor focus. Hè, en dat is wat ik zelf niet, maar ik zou het wel moeten zijn. dat is wat wij hier wel altijd leren en horen. En dan is dit maar één van de dingen waar je mee bezig bent. Want bijvoorbeeld, want we hebben nog eventjes, voordat jij er ook weer over focus gesproken, je moet zo direct weer scherp zijn in een andere tv-uitzending. Kipster is een van de andere dingen waar je mee bezig bent. Wat is dat? Kipster is ik ben een eenvoudige politicoloog, dus zeg maar gediplomeerde krantenlezer. Maar ik weet wel waar problemen zitten, dat leer je als politicoloog. Ja. En je probeert verbanden te leggen. En je probeert mensen bij elkaar te brengen die samen kunnen werken aan oplossingen. Nou, energie is natuurlijk een wereldprobleem. Omdat het nodig is voor economische ontwikkeling, sociale samenleving. En de manier waarop we dat nu doen, levert natuurlijk klimaatontwrichting op. Hè? Als ik nog even mag zeggen, mensen hebben het vaak over klimaatverandering. Dat klinkt mij veel te onschuldig. Je ziet nu, hè, Caribbean, wat te noemen, 500 miljard schade in één hurricane season. Het gaat om klimaatontwrichting, maar goed. Dus dat is het nadeel van de manier waarop we het nu doen. Dus dat moet anders. Nou, enter de wakka-wakka. Ja. Maar eten, hè, als het goed is, iedereen eet. De footprint daarvan, de ecologische footprint, die is bijna nog groter dan die van energie. Want het Amazonegebied wordt gekapt. Zuidoost-Azië gaat in de rook op omdat er palmolie gekweekt moet worden. Soja in het Amazonegebied. Allemaal om onze voedingsbehoeften te dekken. Overigens 70% van alle landbouwgrond op de wereld wordt gebruikt om beesten te voeden die wij vervolgens eten. Super inefficiënt.
En als iedereen op dezelfde manier vlees gaat eten als wij, dan is het gewoon, is het bos dadelijk gewoon helemaal op en uitgeput. En dan stort de boel gewoon in elkaar. Dus dat kan niet. Dus ik dacht, als we dan toch dierlijk eiwit nodig hebben, want we zijn niet allemaal morgen veganist, hè, zo realistisch moet je zijn, dan is het dierlijk eiwit met de kleinste footprint, ecologische footprint, en het meest betaalbaar voor de meeste mensen, dat is kip en ei. Nou, we weten allemaal hoe rampzalig het daar vaak mee gesteld is. Ja. Dus 5 jaar geleden ben ik iemand tegengekomen, Ruud Zanders, die al generaties, zijn grootvader, zijn vader, al in de kippen zit, alles ervan af weet. Een heel goed concept had bedacht. En ben met hem in gesprek gegaan om dat nog weer veel verder te vervolmaken. En bijvoorbeeld geen vierkante meter grond die je kunt gebruiken voor het verbouwen van voeding die wij zelf kunnen eten naar die kippen. Dus wij gebruiken alleen maar afval zogenaamd. Wel samengesteld door een nutritionist van de Landbouwuniversiteit Wageningen, die precies weet wat kippen nodig hebben. En dat kun je allemaal halen uit afvalstromen van bakkerijen, supermarkten, noem het op. Honderden miljoenen kilo's in Nederland wordt nu heel laagwaardig gebruikt om die dieren dus te voeden, maar ook zonnepanelen erop, lucht zuiveren in plaats van lucht verontreinigen met ammoniak en fijnstof. Haantjes die normaal gesproken op dag 1, hè, als je 24.000 kippen in een hok wil krijgen, dan moet je 48.000 eieren uitbroeden, want de helft is mannetjes. Die worden gelijk als het ei komt, worden ze gesekst. En de mannetjes worden gelijk ofwel vergast of verschredderd. Dat gaat in Europa om 450 miljoen haantjes per jaar, even voor de goede orde. Ik vind dat onethisch. Maar uiteindelijk eet je ook die haantjes op, maar wel na 120 dagen in plaats van 42. Dat maakt dat de prijs hoger is, want er moet meer voer in. Daardoor is het onrendabel om ze op te kweken. Daardoor worden ze vernietigd. Nou, dat willen we niet. Dus in die kipster zitten ongeveer 10 innovaties verzameld in die stal. Waardoor het echt de meest moderne kippenstal ter wereld is. Ja, ik heb het gelezen, het ziet er fantastisch uit. Maar ziet er ook mooi uit. Hoe los je nou het fundamentele probleem op? Je zegt het zelf al, er moet meer eten in, er zitten allemaal installaties in die stallen. De kippen hebben meer ruimte, dus alles wat je daar produceert is duurder. Toch niet. Toch niet. Het grappige is dat bijvoorbeeld een ei uit de kipster is 5 cent goedkoper dan een biologisch ei. Maar hoe kan dat dan? Nou, doordat we from scratch begonnen zijn en dat we als je creatief bent, kun je geld besparen. We hebben hem zo opgezet dat we... Dus je kunt concurreren met de mega stallen en de klassieke... Ja, we hebben dus laten zien, ze liggen nu in de winkel bij Lidl. Die heeft het lef gehad om alle eieren voor de komende 5 jaar, plus de haantjes en de uitgelegde kippen, bij ons te kopen, okay, voor een goede prijs voor de boer. Want daar zit vaak de crux. Boeren zijn geen slechte mensen. Die worden door ons gedwongen. Supermarkten adverteren allemaal met de laagste prijsgarantie. Je kunt bij een willekeurige supermarkt 30 eiersoorten krijgen. Mensen weten dus bij God niet waarom ze naar de een of de andere zouden moeten kiezen. Dus die denken dan, nou, dan kies ik maar de goedkoopste. Want ik weet niet waarom ik die duurdere zou nemen. Dat is dus onduidelijk geworden. Die boeren die moeten wel hun hypotheek aflossen. Die verdienen dus per ei bijna niks. In 1960 kon een boer voor een ei 10 postzegels kopen. En nu is het andersom. Dan moet je 10 eieren verkopen om het geld te hebben om 1 postzegel te kopen. Dus dan moet je enorme schaalvergroting gaan laten plaatsvinden. En dan staan je marges gigantisch onder druk. Nou, dan ga je de randjes afsnijden, hoekjes afsnijden. Cutting corners, dierenwelzijn komt in de knel. Milieu komt in de knel en vaak het boereninkomen ook nog. Ja. Dus daar willen we een eind aan maken. Ja, en dat kan. Zijn er zelfs nog meer voorbeelden? Je hebt hier staan. Ik wil zeggen, hier kunnen we ook een uitzending over maken. Ja, nee, dat is ook hartstikke leuk om het te doen. Het term IQ, dat heb ik net bestudeerd. Dat is een soort infrarood verwarming op elektriciteit die veel efficiënter en aangenamer is dan... 2/3 efficiënter dan de convectiewarmte met die cv-ketels. Ja, en dan doe je ook nog energetica. Ja. Dan vraag ik me onmiddellijk af, ben je daar dan überhaupt bij betrokken bij die bedrijven? Want je kunt toch geen 4 bedrijven Ik probeer iets toe te voegen wat ik kan. Wat doe jij? Jij bent een conceptontwikkelaar. Ja. Neem die kipster. Ja. Je bedenkt het concept en dan ga je verder. Zie ik dat goed? Of? Nou, het is niet helemaal zo. Kijk...
in alle onbescheidenheid, ik heb ervoor gezorgd dat Lidl zo gek is geweest om uiteindelijk dat contract te tekenen, omdat ik een relatie met dat bedrijf heb. Precies, ja. Dus ik heb kunnen uitleggen waarom dit een zinvol verhaal was, ook voor hen, dat ze er normaal aan kunnen verdienen, dat ze er wat imago betreft enorm op vooruit gaan en dat ze echt flink meehelpen met het verduurzamen van die pluimveesector. Ja. Nou, ja, maar goed, even terug naar van, ja, hoe dat krijg is mijn je het rol voor elkaar om al die bedrijven daarbij betrokken te zijn? Want nou, men zegt altijd, jij bent er tegen, maar men zegt... Nee, ik ben niet tegen, maar ik kan het niet. Jij kan het niet, maar men zegt, focus is heel belangrijk voor een ondernemer. Is het ook. Ik focus op duurzaamheid. Ja. En dan op de belangrijkste thema's, dus energie, voeding, biodiversiteit en passant. Dus ik probeer altijd dingen aan elkaar te knopen. In die kipster komen al die thema's samen. Energie komt daarin samen, biodiversiteit, transport, klimaat, dierenwelzijn, educatie, verband tussen consument en producent. Dus al die dingen probeer ik in dat, net zoals die wakker, dat is goed voor nou, wel 10 dingen. Ik bedoel, het is voor onderwijs, sociale veiligheid, gezondheid, klimaat, economische ontwikkeling, cohesie in een land. Nou, noem het allemaal op. Je probeert producten te zoeken die echt daadwerkelijk laten zien dat het anders kan. En die door het product zelf al een educatieve werking hebben, om het zo maar even te zeggen. En mensen het gevoel geven van, we hebben een enorm probleem. Het is ook heel urgent. Maar het is mogelijk, zelfs eigenlijk heel simpel, om aan oplossingen te werken. Als een eenvoudige politicoloog als ik daarbij betrokken kan zijn, nou ja, wie, dan kan iedereen het, zou je zeggen. Ik wil nog één ding vragen, omdat het me intrigeert. Bedrijf 4, wat ik in het tapje hier heb staan, is energetica. En dan zeg je energie-efficiënt vastgoed door middel van Internet of Things data. Ja. Dat intrigeert me wel. Hoe kun je in heel kort, want we lopen alweer uit de tijd, zoals ja, altijd. Ja, jij moet snel naar de volgende studio. Dus, ja. Kun je heel kort vertellen wat je daar doet? Ja, er is een Mexicaan die in Nederland gekomen is. In Mexico een bedrijf opgezet met Amerikanen en in Canada actief is. Die combineert het vervangen van verlichting door slimme LED-verlichting. Dus LED-verlichting bespaart al 90%, maar als je het slim doet kun je nog veel meer besparen. En dan moet je denken aan dat de sensoren die in dat ding zitten, in de verlichtingselement, dat die zelf constateren of er mensen zijn, hoeveel mensen er zijn. Je kunt instellen hoeveel licht er dan moet zijn, dan bespaar je nog veel meer. En die besparing die kan de investering in de sensoren, die van alles nog wat kunnen meten, luchtkwaliteit, CO2, behoefte aan schone lucht, maar ook de beweging van mensen. Je kunt er LiFi in doen, 100 keer zo snel als wifi. Track and trace van materialen. Je kunt een lab, kun je een tagje aan doen. Dus dan weet het gebouw of de beheerder weet precies waar alle spullen zitten. In een gemiddeld ziekenhuis verdwijnen elk jaar 10-15% van alle spullen. Ja. Het zijn hele dure spullen. Het is niet gezegd dat het gestolen wordt. Dat zal misschien ook wel eens gebeuren, maar men stopt het in een la. Iemand gaat, laders. Ja. Iemand gaat naar een andere afdeling, is op vakantie, met pensioen, overgeplaatst of wat dan ook, en weet niet meer waar het is. Of iemand zet iets ergens neer en weet het zelf niet meer. Dus dat, als je dat wel weet, via een heel eenvoudig appje, staat precies waar het is, dan bespaart dat. Gemiddeld is een verpleegkundige een uur per dag, dus 15% van de werktijd, kwijt met het zoeken van mensen en spullen. Goed, dat is één aspect van spullen. Leveren jullie een compleet systeem wat al deze problemen in één keer oplost? Ja. Dat claim je? Ja. En ik neem aan dat dan in alle ziekenhuizen inmiddels geïmplementeerd is. Nou, dat wordt nu vanochtend wel toevallig in ziekenhuis in Alkmaar, om eens wat te noemen. Ja. Maar we zijn hier in Bovenei bezig, Nijmegen, ja, nog een paar andere. Ja, dat is gewoon goed. Schiphol wordt nu een proefproject gedaan. En de aardigheid is, als je dat eenmaal geïnstalleerd hebt, hoef je de komende 25 jaar nooit meer met een ladder naar het plafond. Want die LED-verlichting die blijft er 25 jaar lang doen. Ja. En die is connected, daar zitten sensoren in. En die sensoren die kun je via je telefoon of je laptop kun je die programmeren. Ja. Die is ook future-proof. Dus je hoeft het nooit meer te vervangen. Dat is een compleet domotica-systeem eigenlijk, ja, met alles erop en eraan. Maar dan voor grootschalig vastgoed. En wat doe ik daar? Ik introduceer... Canada? Het is een Mexicaans-Amerikaans bedrijf, wat ook een Canadese vestiging heeft. Wat ik doe, een Mexicaan met high-tech in Nederland, die geen contacten heeft, nou, prettige wedstrijd. Ja. Ik ken hier en daar wat mensen, dus ik kan die deur openen. Dus hij doet dan het verhaal.
En hij laat het allemaal uitvoeren in Verenigde Staten en Mexico. Het wordt geïnstalleerd door Nederlandse bedrijven, Wolter en Drossel om het zo te noemen. En dan heb je een gesloten systeem. Dus mijn bijdrage is heel klein, maar soms wel cruciaal. Ja. Ja. Want als je geen sleutel hebt, en dan kan je nog zo'n mooi huis hebben, maar dan kan je niet in. Ja, ja. Mooi. Slotvraag, wat is de volgende? Want als we er vier gehad hebben, dan wil ik ook wel weten wat er nog aan zit. Nou, dit is er waarschijnlijk nog eentje die hij niet genoemd heeft, vermoed ik. Nou, ik doe nog wel een paar dingetjes. Maar om dit groot te maken zijn we voorlopig nog wel even mee. Wakker om te beginnen al is nog een enorme opgave. Ja, en we gaan nu richting de miljoen exemplaren. Kortzijker, dat vereist gewoon heel veel aandacht nog voor jou. We hebben 2,5 miljard mensen die behoefte aan hebben. Dus we hebben nog wel even te gaan. Ja. Hey, fantastisch, laten we het niet weer 5 jaar laten duren voordat je langskomt. Want anders, eigenlijk wat jij zegt, voor elk van die voorbeelden die je noemde, kunnen we natuurlijk al een half uurtje over vullen. Dankjewel. Heel erg bedankt. En jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken, zoals altijd, Freedom Lab voor de gastvrijheid. We bedanken, ik zit nog steeds een beetje te twijfelen, is het een Jetstream? Jetstream uit Groningen voor de livestream. Bier & Co. Voor de biertjes en PQR voor de hosting van de website. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je inmiddels al 6 jaar archief kunt terugzien van Topnames. Dankjewel. Dag. Dankjewel.